Hallo allemaal en welkom bij deze verhuisvlog. Mijn naam is Julie en het is vandaag maandag 12 oktober, de dag dat Xander en ik echt al 4 maanden in het groot in onze agenda hebben staan. Want vandaag is de dag eindelijk aangebroken dat wij de sleutel van ons nieuwe eigen huis gaan krijgen. Heel het appartement staat momenteel vol dozen. We hebben de eerste lading al ingepakt in de auto. Die gaan we nu al meenemen en dan de hele week gaan we een beetje op en af verhuizen. En in het weekend gaan we dan de grote meubels verhuizen. We gaan hier en daar nog wat verven. We gaan nog wat klussen. Dus als je er benieuwd naar bent, blijf dan zeker kijken. En doe alvast een duimpje omhoog. En dan denk ik dat ik even benieuwd ben als jullie. Jess, we gaan verhuizen, hè, meisje? Ja, weet je dat al? Snap je dat? Ja, meid. Zo, en dan zitten we nu in de auto die helemaal volgestouwd is. En gaan we vertrekken. Yes. En het is gebeurd. We hebben de sleutels. Het is allemaal in orde. We hebben alles getekend. Ik sta dus nu in ons huis. Het hele huis is nu van ons. Ik kan het nog niet echt bevatten. Dit zijn allemaal dozen en zo, met allemaal kleren in. Hier staan ook allemaal dozen die we net gekregen hebben van de Telenetman. Die we ook nog kunnen gebruiken, want ze hebben net ook internet gefixt. Dit is alvast de leefruimte. Zo, alle spotjes zijn aan. Daar gaan we de tv ophangen. We gaan nog waarschijnlijk een nieuwe tv kopen, want onze tv is te klein voor hier te hangen, denk ik. Hier komt de grote boomstamtafel die we besteld hebben met 8 fluwelen stoelen. Hier staan al 4 stoelen van de Kik Collection. Maar die Kik stoelen worden hier aan de tafel gezet. Dat zijn er 4. Want we hebben zo een tafelgedeelte aan de keuken. Dit is dus de keuken. Met een groot kookeiland waar nu allemaal rommel op staat. En 2 ovens en jawel, een koffiemachine. Kei tof. Een ingebouwde frigo. Maar een volledige roomtour en zo, dat ga ik nu nog niet doen. Maar dan hebben jullie nu alvast een sneak peek van de leefruimte en de keuken gehad. Wij gaan nu denk ik terug naar huis. Dus nu het is een beetje stilte voor de storm, want vanaf morgen gaan we hier beginnen verven en nog meer verhuizen. Onze auto zit weer helemaal vol. Xander zegt dat ik had moeten filmen hoe dat hij dat er allemaal heel professioneel in deed. Nou ja, we hebben zo'n roldingetje met wieltjes om zo meerdere dozen tegelijk. Schek. Ja, want nu zit er allemaal breekbaar in de auto. Dus allemaal glas en behoorlijk staan. Dus je moet een beetje rustiger rijden. En de mannen zijn al de eerste stoelen in elkaar aan het steken. Yes. Die waren al toegekomen voordat we hier woonden, of ja, voordat we de sleutel hadden. Het ziet er al mooi uit. En nu zijn de mannen bezig met een kapstokrek. En Jazz is aan het kijken of alles goed verloopt. Gaat het goed, Jazz? In het zonnetje. Oké, het is ondertussen al middag en iedereen is heel goed bezig en aan het helpen en aan het dingen aan het kitten en aan het klaarmaken voor te verven, voor de deuromlijstingen te verven. En ik heb alle dozen met kleren die we hadden al mee naar boven gebracht. En ik ga nu de dressing proberen indelen. Dus momenteel is dit de dressing. Het zijn momenteel gewoon nog maar rekken. En 3 schappen. En aan die kant ook. En dan nog zo een ladekast. Ik ben super benieuwd hoe dat er gaat uitzien. Ik hoop dat ik er een beetje in structuur in kan gaan maken. Want ik heb nu eigenlijk vooral nog mijn zomerkleren bij. Dus eigenlijk moet ik die hier nog niet leggen. Maar de winterkleren liggen momenteel nog in ons appartement. Alleen in de kelder van het appartement. Maar we hebben ook hier wel allemaal ingebouwde kasten. Wat super cool is. Die is echt helemaal op maat gemaakt tot boven. En die ziet er zo van binnen uit. Momenteel zijn het allemaal nog schappen, maar zoals je ziet kun je hier ook wel iets hangen en dan die schappen gewoon wegdoen. En hier ook super handig, hier heb je zo allemaal laadjes nog. Floep! Hier waren allemaal krassen in het parket. En je ziet nu, we hebben dat zo met zo'n speciale houtstift opgevuld. Je ziet het wel nog een beetje. En als we dat nu nog een beetje gaan schuren, hoop ik dat het niet meer zo zichtbaar is.
Het ziet er nu al sinds wel oké uit. En dat is gewoon allemaal gedaan met deze meubelreparatiestift. Ja, ja. Dus uw kant, alvast. Dit boekje. Ja, maar al het hanggedeelte ligt nog in het appartement. En als ik die trui wil, dan moet ik altijd dat trapje pakken. Maar daarom dat dat zo uw binnenzit tegen je kleren zijn. Maar kijk, dit zijn uw donkere t-shirts, uw zwarte t-shirts en uw gekleurde t-shirts. Oké. En dit zijn truien, maar er zijn nog allemaal truien en dan uw broeken en zo. En dat, waarom is dat die plaats? Dat is nog niet, dat moest ik nog, ik kon daar dan niet aan. En dit is hoe dat het er nu al uitziet. Ik ben hier echt uren mee bezig geweest. En hier ook. En de eerste klusdag is gedaan. Vinden we het nog fijn? Ik heb wel een klus, klus. Jess ligt hier nu aan mijn voeten als een of andere foetus. Het is nu 4:10, midden van de nacht en ik kan weer al niet slapen. En dat is echt al de voorbije 2 weken zo. Maar ik ben gewoon zo excited en ik denk de hele tijd van oh, dit moet ik nog doen en dat moet ik nog doen. En gewoon dat de nachten sneller voorbij gaan, zodat ik meer dingen in de dag kan doen. Hey Jess. Sorry dat ik je wakker gemaakt heb, meid. We zijn er net naar de Albert Heijn geweest voor wat koekjes en zo. En we hebben blijkbaar al iets gewonnen. Ja, Hippo drink 0% aardbei framboos. Ik ga overlopen. Overlopen? Wat gaat overlopen? Gaat het fout? Ja, we zijn onze koffiemachine, onze Dolce Gusto, nog aan het gebruiken. Omdat we heel veel cups hebben. Nog. Die hier staan. Maar ja, we hebben natuurlijk ook een eigen koffiemachine nu. Namelijk dit. Dat is veel cooler. Je kunt ook zo melkstomen opschuimen en zo. Dus dat is wel fancy. Maar ja, we hebben dus nog allemaal cups. Dus die gaan we nu wel opmaken. Maar ik wil eigenlijk iets anders zeggen. Dat we super blij zijn dat we zo kort bij de Albert Heijn wonen. Echt 5 minuten van hier. Want het is al, ik denk, 4 of 5 jaar geleden dat we nog in onze buurt een Albert Heijn hebben gehad. En nu is dat 5 minuten van hier, dus ik ben super blij. Maar we hebben nu alleen nog maar koekjes en droogvoer gekocht. Droge voeding gekocht. Omdat we de keuken en de frigo en zo nog allemaal gaan poetsen. Het is precies een eindeloos verhaal. We blijven hier maar de deurlijsten voor de zoveelste laag verven. Maar mama is wel slim geweest en blijkbaar gaan de deuren wel gewoon uit de deurlijsten. Dus dat is veel makkelijker om te verven. Maar ik heb niet zoveel zin meer. Jij wel, mama? Heb jij nog goesting om verder te doen? Joepie! Ik zal maar verder doen. Deze dag zit er ook alweer op. Ik voel me echt zo beroerd. Het is wel heel heftig en heel chaotisch. En het is zo, het gaat zomaar met kleine stapjes vooruit. En ik ben natuurlijk iemand die altijd wil dat het snel vooruit gaat. Dus ik moet me er wel gewoon over zetten. En iedereen heeft supergoed geholpen natuurlijk. En dat was kei leuk. En mijn tocht is wel echt een heel zware periode precies. Wat we vandaag allemaal gedaan hebben, ik kan niet zoveel laten zien. Want het is eigenlijk met dingen met primer en zo. We hebben de berging helemaal geverfd met een eerste laag primer en alle deurenlijsten en zo. Dit is trouwens echt heel cool. Kijk, het ziet er nu echt een beetje bordeelachtig uit misschien. Wacht, ik ga eens van verre laten zien. Het ziet er op beeld erger uit dan het in het echt is en is kei mooi. Nu is het natuurlijk nog niet donker, maar dat is echt zo lounge lampjes. En hier is er eentje. En hier
ook. En ik hoor iemand aan de deur. En daar is Xander. Hallo. Voor de eerste keer terug van zijn werk. Helemaal naar zijn nieuwe huis gekomen. Pas op, Xander, want er zijn dingen geverfd. Ja, deze hele dingen is ook geverfd. En hier zijn ook zo retouches gedaan. En hier ook, maar dat is maar een eerste laag. Vandaar dat het er nog zo'n beetje gammel uitziet. Maar het komt nog wel goed. Hier is het ook een beetje chaos. Dus ik denk dat al deze deuren omlijstingen gedaan zijn. Maar deze deur heeft alleen nog maar primer op. Want we hadden eerst alleen zwart, maar dat pakte niet goed. Is de deur nog buiten? De deur staat hier. Ah. Ja, we hebben alle deuren eruit gehaald. En toen gebeurde dit. Oh my god, dat is... Oké. White spirit. Goedemorgen, het is weer de volgende dag. Alles staat hier overhoop. We hebben gisteravond weer alles in de auto ingetast. We gaan nog even langs de winkel voor nog wat dingen te halen. Nu hebben we bijna hier niks meer in de lades liggen en zo, terwijl we hier nog wel een weekend zijn. Maar het is een beetje moeilijk van wat moet ik hier laten, wat moet ik meenemen. Het is een beetje puzzelen en organiseren. Dat komt wel allemaal goed. We gaan nu vertrekken terug naar daar. Er is nog koffie. Kom, we gaan een koffie maken. Werkt daar op dat ding? Waar is de koffie? Tassen? Hier zijn de tassen. Ik pak een tas. Ik ga de hoeveelheid op een grote koffie zetten. En op sterk. Ja. Het is weer de volgende ochtend en we zijn nu de tv uit elkaar aan het halen. Gelukkig hebben we de doos bewaard. Hier staat nog was te drogen. Hier zit een hond die helemaal in de war is. Kleine stukjes moet ik doen en de grote stukken heeft mama gedaan. Wat ik nog links haal, vind ik best wel mooi. Het ging hier best wel goed. Hoeveel vazen heb je eigenlijk? De meeste lijnen zijn nog bestaan. Volgens Johnson is een blij handelsakkoord. We zijn zo enorm doodmoe. Vanaf morgen vroeg begint het. Dan gaan we echt verhuizen. Maar er moet nog zoveel gebeuren. Dus we gaan ofwel deze nacht, als we terugkomen van de repetitie, ofwel morgen vroeg heel vroeg opstaan en alles inladen en nog in dozen steken en zo. We zijn net aan een tankstation gepasseerd om daar sandwich te kopen. Een tankstation sandwich, ja. Goedemorgen, lieve kleine Jazz. Het is 6:00 AM, de dag van de verhuizing. We zijn nog heel moe, maar we gaan toch eens beginnen aan dit verhaal hier. Ondertussen is dit de huidige situatie. Alle helpers zijn al toegekomen. Ze zijn nu van alles uit elkaar aan het draaien en de kelder helemaal aan het uitlegen. En Jazz is weer al helemaal in de war, meid. Jazz! Ja! De eerste camionet zit helemaal vol. Met allemaal meubels, matrassen, kasten, schilderijen. Het is nu 10:40 en we gaan nu met 3 auto's en 1 camionet helemaal naar het huis rijden. Ik zie absoluut niks hierachter. Ik vind dat keigevaarlijk. Maar goed, hier langs mij is het ook nog wel van alles volgestouwd. In het begin was het allemaal heel gestructureerd en overal zaten de juiste dingen van de juiste kamers in 1 doos. Maar nu, op het einde, heb ik echt badkamerspullen met hondenspullen, met slaapkamerspullen, met keukenspullen, alles door elkaar. Dus ja, dat gaat nog een hele uitzoektocht worden. Dus de eerste keer eigenlijk dat ik zelf naar het huis ga rijden. Ik ga eens vertrekken, want ze hebben eens gaan denken dat ik ergens in pan sta.
Bijna alles is nu verhuisd. Uit een klein appartement is dit ontploft. Dat is maar de helft, hè. De helft? Ah ja, van wat er uiteindelijk allemaal is. Hoeveel kasten er weer? Veel zijn al naar boven. Help! Heeft jij het al gegeten? Ja, ja. Is zijn de brokjes op? Nee. Maar oh, je hebt maar de helft. Maar heb je haar lounge gezien? Ja, die heeft hier wel een hele... Ja, dat vindt ze wel leuk. Ze lag daar goed. En nu allemaal als beloning... pizza. Goedemorgen, we hebben er de eerste nacht op zitten. Ik heb wel super goed geslapen, we waren natuurlijk ook kapot. Het was heel leuk om wakker te worden met het mooie uitzicht buiten. Ik zag de hertjes al springen. Lekker idyllisch. Maar Jazz is een beetje minder braaf geweest, want die heeft pipi gedaan in het midden van de vloer hier. Ik heb het net al opgeruimd. We hebben ook de stoelen in de zetel gezet, want we gaan ze vanaf nu niet meer in de zetel toelaten. En deze namiddag komt mijn mama en haar vriend en mijn broer terug naar hier en ook nog naar het appartement om daar nog wat dingen op te halen en dan hier nog wat dingen aan elkaar zetten en dan begint alles wat vorm te krijgen. Het is vandaag trouwens zondag en we hebben totaal niks om te eten in huis, want we hebben altijd van dag tot dag geleefd en altijd pizza's gaan halen of broodjes gaan halen of slaatjes gekocht of zo, maar nooit echt voor een week inkopen gaan doen. Maar gelukkig is hier dus de Albert Heijn open op zondag voormiddag, dus daar gaan we straks ook nog naartoe. Maar eerst koffie. Ik heb al 2 wasjes gedraaid. Voor de rest hebben we wat dingen opgezocht en apps geïnstalleerd in verband met de rolluiken en zo. Want dat zijn slimme rolluiken, dus we kunnen die op afstand programmeren en bedienen. Maar de winkel sluit om 11:15, dus we gaan ons nog moeten haasten. Ik heb al van allerlei dozen uitgepakt en opgeruimd. Maar ik heb een beetje het gevoel dat alles wat ik doe precies... Allee, je ziet niet dat ik het gedaan heb. Ik ben nu al een tijdje alleen thuis. Want mijn broer is Xander komen ophalen om nog naar het appartement te gaan en de laatste spullen te gaan halen. Er moeten nog heel wat dingen naar boven en op zolder gezet en zo. Maar ja, dat is super zwaar, dus ik kan dat niet op mijn eentje doen. Dus dan stel ik dat lekker uit, zodat straks iedereen mij kan helpen. En voor de rest ben ik super, super benieuwd naar morgen. Want morgen krijgen we eindelijk onze tafel. Dan kunnen we eindelijk zitten. Dat lijkt echt... Ik ben misschien aan het overdrijven of zo, hè. Maar allee, we zijn hier bijna een week. En we hebben een week geen tafel gehad. Oké, we hebben zo dat stukje aan de keuken. Maar de stoelen hebben daar nog nooit aan gestaan, want daar ligt altijd van alles en verf en zo lag daar de voorbije dagen. Ik hoop zo hard dat het mooi is. We hebben dus een paar maanden geleden een boomstamtafel uitgezocht online. En ja, de kleur, dat moest je dan zo kiezen en zo, maar daar waren niet veel voorbeelden van. Dus we hebben allemaal proberen online uitzoeken. We hebben het dus niet gezien op voorhand. Veel mensen zullen mij nu voor gek verklaren, maar... Ja, we hebben heel veel research gedaan online. Ik hoop echt dat het de juiste tint bruin is van hout. En dan hoop ik ook dat morgen of overmorgen de stoelen aankomen. En dan komt ook morgenmiddag de bureau van Xander aan. Zijn echt zo'n muziekbureau met, waar hij zijn piano in kan zetten en zo. Eindelijk dat hij een fatsoenlijke bureau heeft voor aan te werken. Dus daar ben ik echt super benieuwd naar. En ik heb ook een droogkast die ik gekregen heb, of die ik nog ga krijgen, van Marijn. Die komt denk ik ook morgen of overmorgen toe. Ja, het is echt fancy hier. Ik moet er echt wel aan wennen. En het is alweer avond. We hebben heel wat gedaan. Mijn mama, mijn broer en de vriend van mijn mama zijn net naar huis gegaan. Wij zijn nu aan het eten, zoals je ziet. We hebben niet alles gedaan wat ik wilde dat gedaan was. Maar goed, dat gaat nooit zo zijn, denk ik. We hebben heel veel naar de zolder en zo. We hebben heel veel opgeruimd en rekken in elkaar gezet. We gaan nu eten en dan denk ik in bed kruipen. En de aflevering van Undercover zien, Xander, dat is vandaag op tv. Xander,
Sander en zijn papa zijn hier en die gaan nu de tafel naar binnen dragen, maar die is loodzwaar. Dus alleen het tafelblad. Ik denk dat dat deken te kort is. Oh, wow. Oh, hey. Ik ben voor de allereerste keer aan het koken hier. Ik ga gewoon een spaghetti saus maken en de mannen zijn de tafel in elkaar aan het steken. Dus dit is mijn uitzicht. En ik ben hier een beetje aan het koken. We hebben een tuinslang gekocht. Woehoe! We hadden wel iets moeten hebben vandaag om daar die voet op te leggen. Alles wegtrekken, zo. Niet de hand aftrekken. Oh nee, hier! Ze liet in de los! Ja, dat zeg ik, niet de hand aftrekken. En de tafel staat, maar de stoelen zijn helaas nog niet toegekomen. Er is iets mis mee of zo. Dus ik heb even deze stoel van de keuken genomen. Ik vind het wel heel mooi. Hopelijk past de piano, Xander zijn vleugelpiano, hier nog. En anders heeft hij wel een andere ruimte. Xander heeft voor het eerst iets besteld. Of ja, frieten besteld of een kapsalon. Ik ben benieuwd of dat... Of dat onze nieuwe vaste frituur gaat worden. Amai. Smakelijk. Smakelijk. Volgens mij had ik jullie nog niet de dressing laten zien als die volledig was ingedeeld. Ik kan het nog altijd niet geloven dat dit echt van ons is. Het voelt eigenlijk een beetje alsof ik gewoon ga shoppen. Omdat hier alles keimooi uitgesteld hangt en zo. Ik ga dat ook hopelijk zo kunnen houden. Want dat moet natuurlijk wel netjes blijven, want alles is open. Ik heb mij voor het eerst ook nog eens fatsoenlijk opgemaakt en zo. Ik zal zelfs mijn outfit laten zien, maar eerst de dressing. En hier heb ik al mijn jassen en mijn blouses hangen. Hier dikke truien, nog dikkere truien en nog dikkere truien. Dan heb ik hier al mijn broeken, sportkledij, rokken en pyjama's en chillkleren. Deze hoek is volledig van Xander. Wauw. Hier al mijn t-shirts en daarboven nog chillkleren. En hier al mijn kleedjes en langere rokken en tuinbroek en zo van die dingetjes. En nu zal ik ook nog mijn outfit laten zien. Ja, lekker fancy, want we gaan gewoon naar de winkel eigenlijk. Verschillende dingetjes halen. Maar ik dacht, ik ga me nog eens mooi maken. Want altijd in die slobbertrui en joggingbroek en zo, dan voel ik me ook niet altijd even mooi in. En Xander zijn muziekbureau is eindelijk toegekomen. En ook al zijn toebehoren. Hier in de berging en zo net is onze droogkast geleverd. Kei leuk. Maar er is een klein probleempje, want normaal gezien moet hier zo iets tussen gezet worden. Want als dat zo een beetje te veel beweegt en schokt, dan kan het zijn dat hij eraf valt. Dus dan, we hadden ook al zo'n tussenstuk erbij besteld. Alleen ik heb dat eigenlijk van mijn mama gekregen. Maar blijkbaar past dat er niet op, want dan krijg ik dit zeepkastje niet meer open. Dus nu moet ik ergens naar een krevelwinkel gaan om dat in te wisselen. Oh, de hertjes, kijk erbij. Kijk. Kijk, dit is ons uitzicht. Is toch zalig? Bambi! Maar ze zijn wel super bang. En ik heb van de buurvrouw gehoord dat ze geslacht worden. Dus dat ze echt gekweekt worden om te slachten. Oké, dan ga ik nu verder doen met... al mijn lijstjes en er staan nog allemaal dozen op de bureau boven. Ik heb nooit een bureau gehad de voorbije 4 jaar. Dus nu zou je denken, jee, eindelijk een bureau. En waar zit ik? Aan de tafel. Ik ben trouwens benieuwd hoe dat het zit met het bureau van Xander boven in de muziekkamer. Dus ik ga eens kijken. En ik heb een potje gemaakt met allemaal lekkere koekjes voor de 2 harde werkers. Dus kom, we gaan eens kijken. En lukt het? Ja, we hebben al een heel stuk. Amai. Het is met veel plakken, met veel lijm. Met lijm? Veel tjoepjes. Oké. Ik heb lekkere dingetjes meegebracht. Oh. Alsjeblieft. Mm. Dat is super cool. Ja, dat is dus kei vet.
Zit je zelf niet blij? Heel blij. Ah, oké. Maar dat vind ik minder tof. Ja, dat moeten we nu nog gaan opkuisen. Nu nog? En het heeft Bpost net geleverd, dus dan kunnen we dat vanavond of morgen installeren tussen de wasmachine en de droogkast. Mijn papa en zijn vriendin zijn deze voormiddag op bezoek geweest. Die hadden het huis nog niet gezien. En ze waren helemaal flabbergasted van hoe mooi het hier allemaal is en zo. We hebben even een koffietje gedronken en een beetje gebabbeld. En ze hadden ook een mooi kunstwerkje meegebracht. Een mooie vaas met herfstdecoratie. En een kaartje. En dan ga ik bij deze ook de vlog afsluiten, want ondertussen duurt die al meer dan een week. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden, of ik het leuk in beeld heb gebracht. We zijn nog niet klaar met verhuizen. Er komt nog heel wat op ons af. We gaan nog van alles moeten uitzoeken qua decoratie, qua meubels, qua kleine dingetjes, eigenlijk de leukste dingen. We gaan nu zo tegen van alles aanbotsen van, oh, dat hebben we nog nodig en dit moet hier nog en dat moet daar nog. Zo eigenlijk een beetje het huis aankleden en het huis vormgeven. Als je trouwens dingetjes hoort kraken, het waait vandaag super hard. En we hebben hier zo glazen deuren. En die leiden nu zo'n eigen leven, heb ik het idee. Dus we gaan denk ik op zoek moeten gaan naar een tochthond. Xander zijn muziekkamer gaat boven ook nog helemaal omgetoverd worden tot echt een muziekstudio. Zijn vleugelpiano komt ook nog. Die verhuisfirma moeten we wel nog vastleggen. Maar ik wacht dus op de stoelen die hopelijk binnenkort gaan komen, zodat we echt kunnen zien of dat de vleugelpiano hier nog past of in de ruimte hiernaast. Plaats genoeg alleszins. Maar mocht je dus benieuwd zijn naar hoe dat het hier allemaal nog gaat veranderen en hoe dat we alles hier nog gaan aankleden, laat dan zeker weten of ik moet blijven verder vloggen. En dan, dan zie ik jullie waarschijnlijk snel weer. Ah ja, en vergeet dus niet te abonneren en een duimpje omhoog te doen. Dat zou ik heel fijn vinden.